Sinds oktober 2006 hebben wij een vrijbaar smallboard interactive whiteboard op onze school. Tijdens mijn klassikale lessen, het werken in niveaugroepen en in het circuit gebruik ik het smallboard interactive whiteboard. Aantekeningen van gisteren, weten we het nog? Even herhalen. Eerst gingen we de afstanden opschrijven. Hoe kon je dat ook alweer weten? Levi? Een tabel. Een tabel. Hier kon je aflezen het aantal kilometers. Dat hebben we hier uitgerekend. Meten. Met de liniaal. Zou je kunnen meten? Ik heb hem hier al staan. Het leven staat op zich niet voor het is wat jij. We maken een circuit van 10 minuutjes. Dus, wat gaan we doen? Van blok 15 hebben wij een opdracht nog niet gedaan. En dat is opdracht nummer 7. Hetzelfde als in je taalboek. Je taalboek heb je niet nodig vandaag. Want we gaan een oefening maken op het smartboard. Wat gaan we doen? Want de avond ligt in zachter de horizon. Ik vind het smartboard leuk omdat ik het op een snellere en leukere manier leer dan op een gewoon bord. Je kan ook veel bewaren. Omdat je niet hoeft uit te vegen en daarna weer op te schrijven. Dat hier of dan ook kan meeschrijven. Je dingen kunt schrijven en daar leer je meer van en het gaat veel sneller dan op een gewoon bord. En je kunt er ook heel goed mee uitleggen, maar snap je het ook veel beter. Wat denk je ervan? Ik heb er geen stand van. Je hebt hier een geval. Ik had het vroeger niet op jumpen. Nou, laten we zien. Jumpen. Gaan we dit doen? Ja. Laten we beginnen drukken. En dan?